Dit is een babykoetje, een kalfje. Deze is vanmorgen geboren, helemaal gezond. Hier staat de mama koe, staat vlakbij. Dus het kalfje kan lekker melk drinken bij zijn mama. Maar die moeder geeft veel te veel melk. Dus vandaar dat we ook van de melk Drentse koeijs maken. Om de melk uit de koe te krijgen, zijn we een machine nodig. Wij noemen dat een melkrobot. En dat zie je hier. De melkrobot is heel slim. Hij heeft een rood lampje, daar zoekt hij het uier mee op. En dan gaat hij met een beker de melk uit de uier zuigen. In de melkrobot staat hij ongeveer 7 of 8 minuten. En daarna gaat hij hier lekker wat drinken. Als hij dan gedronken heeft, dan gaat hij uitbuiken op een van de luchtplaatsen hier in de stal. Als de koe is uitgerust, heeft hij honger. En om elke koe eten te geven, hebben wij een voerrobot. Die zorgt ervoor dat elke koe eten krijgt. Het eten van de koe ligt in een hele grote keuken. Dat noemen we een voerkeuken. In de voerkeuken komt een hele grote grijper. Die grijpt het voer, neemt hij mee naar een hele grote emmer, waar het door elkaar geroerd wordt met mais en gras, alles door elkaar. En die emmer rijdt dan voorzichtig langs de koeien en die weet dan precies welke koe wat eten moet. Een koe eet en drinkt heel veel, maar hij poept en plast natuurlijk ook heel veel. En hij gaat niet naar de wc, een koe die poept waar die staat. Hij staat in een stal met allemaal roosters en door het rooster valt de poep. De poep noemen we de mest en onder de stal zit de mestput. Daar wordt de mest opgevangen van de koe. Een koe eet heel veel gras en om het gras te laten groeien op het land zijn we de poep nodig van de koeien. En een boer heeft heel veel land om het gras te laten groeien. Om de mest op het land te brengen heeft de boer een hele grote trekker met een mesttank. Met een hele grote slang haalt hij de mest uit de mestput en pompt hij het in de mesttank. En de boer rijdt dan met de trekker naar het weiland met de mest. Achter die mesttank zit een grote arm. Die gaat helemaal naar beneden. Hij maakt sleufjes in de grond en legt dan de mest naast de wortel van het gras, zodat het gras weer lekker snel kan gaan groeien. Achter mij zie je een hele grote silo. Daarin wordt alle melk opgeslagen die de koeien geven. Uit deze grote tank halen we heerlijke verse boerenmelk. Verser kan niet, rechtstreeks van de boerderij. Daarvan maken we heerlijk Drentse koeijs. Dit is de verse melk die we net op de boerderij hebben gehaald. Die doen we in de ijsmachine. En van deze melk, wat 15 liter ijs wordt, kunnen we heerlijk vanille-ijs maken. Of aardbei, of chocola, of karamel. Alle soorten ijs.